Hallo, welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we deze leuke KitKat verpakking maken. En het is helemaal niet zo moeilijk, dus laten we snel beginnen, zodat het filmpje niet zo lang gaat duren. Nou, ik had er al een aantal gemaakt. Ik wil ze graag aan mijn collegaatjes geven. Om te beginnen nemen we een vel kaartstok. En deze gaan we snijden. Pak even mijn snijapparaat erbij. Andersom gemakkelijker. Op 28 bij 21. Nu is dit al 21, maar dit is iets te lang. Dus daar gaan we een stukje van afsnijden. En die snijden we dus op 28. Het strookje wat hier overblijft kunnen we zo meteen gebruiken als bellybandje. Zo, een bellybandje. We beginnen bijna van te stotteren, zou je denken. Dan gaan we rillen. En we beginnen met de lange zijde. Even kijken of jullie het zo een beetje kunnen zien. Als het goed is wel. Er ligt van alles in de weg. Zo. Even kijken, ja. We gaan rillen op 7,5. Oh, even mijn snijmesje gauw wegdoen. We gaan rillen op 7,5. Zorg ervoor dat dit mooi een rechte hoek is. 7,5. 8,75. En dat is gewoon het midden van 8,5 en 9. 18,75 en op 20. Dus we gaan rillen 7,5, 8,75, 18,75 en 20. Dan draaien we een kwart slag. Dan hebben we hier de korte zijde. Die gaan we rillen op 7, op 8,25, op 15,25 en op 16,50. Dan is de basis eigenlijk al klaar. Dan ga ik even de snijapparaat wegdoen. Gaan we de vier hoeken er helemaal uit knippen of snijden. Net wat je makkelijk vindt. Ik ga het nu met mijn schaar doen. Maar het kan ook heel goed met je snijapparaat. Dus je knipt de hoeken uit. Tot en met de tweede rillijn. Even kijken. Zo. Laatste hoek. Nou, en dan is de basis klaar. Dan kun je kiezen of aan deze kant of aan deze kant. Maar ik vind zelf mooier wanneer je de lange kant hiervoor gebruikt. Daar pakken we een label punch voor. We doen hem open. Draai hem even om. En dan zul je zien dat het niet precies erin past. Maar zorg gewoon dat dit stukje en dit stukje even breed is. En je schuift hem gewoon helemaal erin. Totdat je niet meer verder kan. Ja, kunnen jullie het zo zien? Ja, hè? En je ziet nogmaals zo, dat deze twee stukjes even breed zijn. We ponzen. En dan hebben we hier precies dezelfde afstand. Dit knip je netjes af. De basis ben ik daarna gaan stempelen
met de set bijzondere zonnebloemen. En dit is de Nederlandse set. En ik gebruikte deze stempel daarvoor. Ik stempel in dezelfde kleur als het cardstock. Dat is Real Red. En wat je dan gaat doen, is alles stempelen. En ja, het leukste is als je dus je papier een beetje draait. En dat je dan niet elke keer op dezelfde plek de stempel zou krijgen. Nou, de bedoeling is dat je dat ook aan deze kant doet. Nu heb ik dat al van tevoren even voorbewerkt. Want anders dan zou het filmpje gewoon veel te lang duren. Dus dan ziet het er zo uit aan allebei de kanten. Dan ga je even alle lijnen rillen. Het is eigenlijk de bedoeling dat je dat met een vouwbeen doet. Maar die heb ik niet meegepakt naar mijn plekje. Dus ik doe het even zo. Dan neem je, eens kijken waar de mijne is gebleven, je KitKat. Die stop je erin. Je vouw hem dicht. En dan ziet het er zo uit. En dan hadden we net dat reepje overgehouden. Die vouw je er overheen. Die is iets te lang. Dan knip je gewoon even een klein stukje van af. En dat lijm je even vast met een beetje Tombow. Even een paar tellen vasthouden. Nou, je ziet hoe snel je een aantal van deze verpakkingen kunt maken. Ik had gebruikt een klein gebaar. En die komt uit de set. En die is ook nog steeds verkrijgbaar. De Nederlandse set Vlinderdans. En ik gebruikte dit stukje, dit stempeltje, een klein gebaar. Ondertussen kan dit mooi even drogen. En dan had ik hier een stukje wit. Whisper White. En ik gebruikte Memento. Dan ponsen we deze uit. Probeer het een beetje in het midden te houden. En omdat ik het een beetje kaal vond, heb ik er nog een zwart label onder gedaan. Mocht je willen weten welke pons ik allemaal gebruikt heb, stuur me gewoon even een mailtje op creationsbyjolan@gmail.com. En dan beantwoord ik al je vragen. Ondertussen doe ik een aantal dimensionals op. Dat geeft toch altijd een iets leuker effect. Nou, deze plak je op het bellybandje. In het midden. En dan je tekstje erop. Nou, dan is hij eigenlijk nog een beetje kaal. En uit het restje had ik gewoon een paar bloemetjes geponst. Moet ik even kijken waar ik die heb gelaten. Ondertussen heb ik een beetje een rommeltje geloof ik van gemaakt. Kennen jullie denk ik wel, hè? Dat als je gewoon lekker aan het hobbyen bent, dat je in één keer je hele bureau vol hebt liggen met van alles. En datgene wat je nodig hebt, kun je niet vinden. Nou, het ligt dus gewoon naast me. Even lang zoeken, hè? Alle twee bloemetjes even uitponzen. Ik vouw het altijd iets naar elkaar toe. Een beetje lijm eronder. Nou, ik hoop dat jullie het weer een leuk filmpje vonden. Heb je vragen? Wil je iets weten? Wil je bestellen? Kun je me altijd mailen op creationsbyjolan@gmail.com.
Nou, vinden jullie het een leuk filmpje? Vergeet niet even het duimpje omhoog weer aan te klikken hier zo beneden op het YouTube kanaal van me. En tot de volgende keer.